25 jaar geleden is het Alphense kunstwerk Hoorn des Tijds voornamelijk door jongeren gevuld met voorwerpen. Een kwart eeuw later heeft kunstenaar Frits Gareveld zijn metalen hoorn weer opengemaakt. Van brieven en flessen tot speelgoed, van alles kwam er tevoorschijn uit de denkbeeldige tijdcapsule. En daarbij zat een zeer pikant object. Een dildo! De overbekende flippo's. Fotorolletje. 25 jaar. Een flashport. En hoe voelt het om 25 jaar later alles eruit te halen? Ja, ik vond het wel heel spannend, eerlijk gezegd. Dan denk ik, oh god, dat is voor de fiasco, weet je wel. Er zit gewoon helemaal niks meer in, of het is helemaal vergaan. Maar toen ik erin keek, zag ik, oh, nog plastic zakken. En denk, oh wauw, en daar nog een koker en een kistje. En dat is toch allemaal, en ik denk, oh, dat is allemaal heel gebleven. Dus dat viel me mee. Een kistje. Jullie zijn van elkaar? Ex-partners. We zijn uit elkaar gegaan, maar we hebben nog steeds een uitstekende band. En samen een hele mooie zoon, waar dit doosje voor is gemaakt. We hebben het met heel veel passie erin gestopt. 4 minuten voor 4:30, toen was hij geboren. Negen maanden daarvoor. En om 4:30 is toen de boel dichtgelast. Dus even wachten, 4 minuten voor 4:30 en toen ingelegd. Maar ik weet niet meer wat erin zit. De speelgoed Ferrari. Ja, ik heb zelf een Ferrari ingestopt. Een Ferrari F40. De doos zelf was wat vergaan, maar de Ferrari zelf zag er nog redelijk goed uit. Dus ik hoop als ik naar de bibliotheek ga, dat ik hem dan in volle glorie kan gaan bewonderen. De voorwerpen worden vanaf 7 oktober een maand lang tentoongesteld in de Alphense Bibliotheek. Daarna mogen mensen het kunstwerk opnieuw vullen voor de komende 25 jaar. Dan zijn we bijna 90, als we er nog zijn. En hoe leuk is het dan als onze zoon vanuit deze tijd nog over 25 jaar een bericht van zijn ouders krijgt. En dan hoop ik dat hij lekker vol wordt met heel veel mooie toekomstwensen, veel mooie toekomstideeën van zowel jongeren, maar ook burgers mogen er ook wat in doen.